Binnenkort ga ik met pensioen. Wie volgt mij op als chocokampioen? Wie is de nieuwe Oka in de lop? Wie zet zijn naam in straks in chocoladeletters op? Ik heb zelfs een deze twee zeer oude mensen zijn de ouders van mijn vrouw Stevens. Dit is meneer Stevens en dit is mijn vrouw Stevens. Het enige meisje wat bij hem staat is mijn enige dochter. Elke dag weer hetzelfde. Verder zijn we zoek. Tell us, Johnny. Is er nog chocolade nu? Vol kijk even, Reek. Melk of koek? Melk. Met stukjes roze spek. Roze spek? Mijn hemel. Ik denk dat ik later ook in de fabriek zou kunnen werken. Nou, ik hoop het niet voor je. Wat zijn dat voor negatieve gedachten? Charlie komt later voor familie Wonka werken. Chocolade mee te maken. Opa Jacob, stop het af en Charlie nou niet vol met al die snoepfantasieën. Maar Wonka heeft niemand meer in dienst genomen sinds iemand zijn recept voor chocoladeballon heeft gestolen. Ja, tuurlijk. Wonka was zo boos. Hij verzamelde al zijn personeel en zei: sorry, maar je is allemaal ontslagen. Charlie, zou jij buiten eens even ergens willen kijken of je ergens een krat ziet? Oké. Van snoep, liefst van veel, die ik heus met iedereen wel deel. Kom niet aan met roep, want ik wil Wonka snoep. Alleen zijn snoep goed telt, Wonka is onze held. Yeah.
Nee, vandaag niet. Alle trekken mijn eetlust. Oh, Charlie. Hier. Van het huis. Dank u wel. Zou ik die krant mogen? Nee. Oh. Die is van gisteren. Oud nieuws, maar neem hem mee. Dus we eens even stevig aanrijden. Dag meneer Stevens. Dag mevrouw Stevens. Ja. Charlie, onthoud het goed. We mogen dan misschien sterven van de honden en geen enkele rotzet hebben. Meneer Stevens, je bent altijd positief. Ja, ja. Meneer Charlie, eten. Hier, de krant. Chocoladekip op een stokje. Lees dit nou weer. Wonka opent de deuren van zijn fabriek voor een handjevol geluksvogels. Bedoel je dat er echt mensen zijn die naar binnen komen van Wonka's fabriek? Lees dan verder. Meneer Willy Wonka heeft besloten dat hij 5 kinderen zijn fabriek wil laten bezoeken. De 5 gelukkigen krijgen een rondleiding door de fabriek en een leven lang alle chocolade die ze op kunnen. Alle chocolade die ze op kunnen? Lees dan verder. 5 gouden tickets zijn verstopt in de wikkels van 5 miljoen gewone chocoladerepen. Degene die het ticket vindt, wint de rondleiding en de chocola. Een rondleiding door de fabriek? Wat spannend. Die tickets kunnen overal zijn. Vraag me af of er al een gevonden is. Deze krant is al een dag oud. Charlie, dat is voor de kleinste tickets te vinden. Alle chocola die je op kunt. Een heel leven lang gratis chocola. Nou, dan ga ik het toch eens bij een steen voor de fumes aanrijden. Dag meneer Stevens. Dag mevrouw Stevens. Charlie, onthoud het goed. We mogen dan misschien geen enkele rotcent hebben. Meneer Stevens. Altijd positief. Dag meneer Stevens, we hebben het handen tijd te doen. Terwijl zijn dochter Charlie naar school komt. Op haar weg hoort Charlie een opwindend nieuwtje. Charlie, ik heb die naast de eerste gouden ticket gevonden. Nu al? Wanneer dan? Die net. Alles is van chocola.
die vreselijke verslaggever zijn we inderdaad hier. En ik ben live op tv. Kun je even zorgen dat ze ontslagen wordt? Hoor je me? Ontslagen, ontslagen, ontslagen! Maar in ieder geval, de dag dat ik zo'n klare week uitpakken, komt een van mijn werknemers het gouden ticket. Tot zover dit verslag dat zoetje begon met steeds zuur. Die dagen zijn er nog maar 3 tickets over. Ja, en de winnaars zijn allebei onderen. Je zou denken dat ze een ticket gaan, maar een kind dat het echt verdient. Wat? Waarom ben je vandaag zo vroeg thuis? Is de fabriek hier niet gegaan? Of mochten jullie eerder naar huis? Ik ben bang van wel, Charlie. Om eerlijk te zijn, de fabriek is voorgoed gesloten. Ik weet niet of ik het niet kan vertellen. Wat het al moeilijk toen ik mijn werk had. En nu? Ja, ik weet wat al jaren van het zegt. Denk positief. Vraag me het beleefd. Oké, mam, alsjeblieft. Hou
zien. Nooit meer snuk. Ineens zag ik daar een muur ontstaan. Dat in mijn dag gered. Ja,
geschreven wordt. Jullie zullen binnen enkele minuten het chocoladegenie van deze eeuw moeten. Daar komt hij, Willy Wonka! There's no way to contain it. Contain it. To contain, to contain, to contain. Hooray!
hebt. Oh, en ligt u alsjeblieft niet aan de boot. Dan wordt u zo plakkerig van. Zelf opvreten, niks is mij te dol. En vraag je mij een snoepje,
te kwaad. Wat denk je wel, jij hebbert, het gaat me nu vervelen. Jij mag enkel met mij spelen, als je dat gevraagd maar laat. Stukjes Jolien achterblijven. We hebben nog nooit een persoon in dit apparaat
allebei heel hartelijk dank als jullie die kant op gaan. Is dit het alles? En Charlotte leeft een lange gratis voor de chocolade. Ja, de leeft lang voor de chocolade. Ieder kind zal zijn chocolade krijgen. En voor de rest was de hele dag een verspilling van tijd en chocolade. Dag Charlie Stevens, tot ziens. Deze video ook, hè? Het was de mooiste dag van mijn leven. Om te zien hoe al de lekkere chocolade gemaakt worden. Ach ja, dat zijn dromen. Maar dromen worden toch weer werkelijkheid. Daarom zijn dromen. En dat wou ik horen, Charlie. Gefeliciteerd, je bent de winnaar. Winnaar? Ja, vandaag is eigenlijk een wedstrijd. Op zoek naar de perfecte persoon om nieuwe chocoladedromen uit te laten komen. Je bent de enige die over is. De enige die zich wist te gedragen. En je hebt dezelfde droom als ik. Charlie, hou jij van mijn fabriek? Of van deze fabriek hou? Dit is de beste plek van de hele wereld! Ik ben blij om dat te horen. Want vanaf nu is het fabriek van jou. Stem even samen. Bedoelt u dat de fabriek van de fabriek mij is? Mag ik en mijn opa, mijn oma. Je hele familie kan hier komen wonen. Flex, zat?